Men rispet wat men shirret. Ik deze morgen hebben we weer een mooie risping Fries Nijs in de taalrubriek. Want ja, als er iemand onder het in West had, dan is dat wel uw eigen Anna-Marije Blom. Ja, hij groeide op tussen de antieke tegels van zijn huid Klaas. Nou zet Dirk Rechts die hobby om in een lucratieve handel op internet. Goeien, dit is Bient. Op de dag dat Miranda Werkman voor u de route van de slachten verkent. Want Miranda die zal sneuren zelfs de route van 42 kilometer tussen Jesterbjerm en Raad rinnen. Ze docht daar ek verslag van, al kuierend. Ja, en Miranda, ik ben wel heel benijd. Waar ben je nou op die route? Nou, ik schat in, Roelof, een goede tretje, 14 kilometer vanaf de start van het winderige Jesterbjerm, juster. En nou, hoe die prachtige, kronkelige, karakteristieke slachtendiek, vlak voor Achlem. Ik ben aan het oefenen, ik maak het verslag van via de mobiele telefoon. Ik ben vooral heel benieuwd wat ik zien kom, want de slachten, dat geet ik hoor verhalen. In Achlem heb ik een hash-stekje, kom je onderwijs ik zien. En in Achlem gaat dat oer Klaas Keust, een hele markante inwender van Jettiets. En die houdt een wat dwaande mooi occulte zaken. Ik ben heel benijd naar dat verhaal, ik ben gek op verhaal. Dus dat ik er ook in, dan hoop ik dat ik misschien nog wel eens kroost het zien kom, of zo. Ja, nou, wat weet je. Heerlijk, hè? Geniet er maar even van, lekker der boeten. Ja, aansmeer dus oer de slachtenmarathon en de rol van Achlem daarin dus. Dan over het oors, want size ICL met TBS en dwangverpleging, dat is de eerste in Udo D. die het joert voor de rug te stier. Dan zoer. Op 19 oktober vlien hier gaat het mis met Udo D. Hij loekt een spoor van gewelddadigheden door de stad. Eerst stekt hij een prostituee op de Wijzerdel. Letter mishandelt hij een vrouw wat hij besiekt haar tas te stellen. Bij het winkelcentrum onder Tienjediek valt hij een vrouw aan en besiekt haar auto te stellen. Dan is er het fatale incident bij de Boorthuizen onder Oude Lune. Hij slaat daar een 68-jarige vrouw meerdere keren met een flessen op de holle. Zo libbert het net. Kwart en hij meldt Udo D. bij de politie. Hij verklaart dat er een blackout hier. Ja, en Auke Selnerus die volgen de hele dag de zaak. Ja, Auke, deze zaak heb ik een heel soort losmaken. Hè, omdat Udo D. bekend hier bij de instanties. En dan komt het verhaal nonenvaren van ja, toerekeningsvatbaarheid. Ja, wat is die conclusie nou deze rugzaak? Nou ja, die toerekeningsvatbaarheid, dat stie dus Juwet Wol centraal he, in deze zaak. Van wat is er met deze man aan de hand? En dat wie echt de reden voor het IB-ministerie om hem naar het Pieter Baan Centrum te sturen. Om te zien van wat voor stoornis het deze man. Nou, de vertochte Udo D. die het zei, ik werk je daar net om mij. Maar de zaakkundigen in het Pieter Baan Centrum konden hem toch wel observeren. Die hem dus dagen volgen. En die komen tot de conclusie dat de man een psychische stoornis had mij waandenken. Om even een voorbeeldje, Jan. Zat dacht hij op een gegeven moment in een kwart gesprekje dat hij ronselen willen zoeken voor IS en voor Al-Qaeda. Nou, dat wie dus een conclusie van de zakkundigen, die zissen op groen daarvan vermindert toerekeningsvatbaar. Dus een deel TBS mij dwangverpleging komt er dan nu in de eerste. Ja, je jijde dan ik wel eens dat ze zeggen, omdat die ontoerekeningsvatbaar is, dan wordt de straf leger. Maar deze straf in TBS, kin heel lang dworie. Ja, heeft hij daar zelf nog op reageerd? Nou, hij had zelf net al te volle zijn gehoord in de rechtszaal, want hij zei heel vaak, ik beroep mij op mijn zwijgrecht. En er waren zelfs momenten dat hij haast in sliep voel, zal ik het altijd, want dat kon je net zo goed zien. Want hij hier een trui on, maar een capuchon. Dus zijn gezicht, wie voor u is net te zien, maar hij zei, ja, ik slik pillen en daar word ik wel eens moe van. Dus hij had wel zijn in het laatste woord dat elke vertochte krijgt in een rechtszaak van, dit griep mij ekongen, maar volle meer het hij hoe het net zijn. Ja, hey, daar heeft dus een bepaalde indruk van deze man kregen. Bij dit soort zaken zie je ook wel dat er soort publiek en orenbelangstelling is. Wie dat er nou ook een heel soort? Ja, er wie wel een soort belangstelling en er wie een nijbesteden in de zeel. Want ja, iedereen wie je toch wel benijdt naar deze man. Want ja, de zijde is het al een spoor van geweld op 19 oktober. Van waar docht ze zoeks? Nou, het in een TWS-kliniek zitten, dat is bekend. Daar is er na 4 uur is hij daaruit ontslijn. Maar hij is daarna het hij ook weer in de psychiatrische kliniek in Frensje zitten. Nou is de vraag van, hey, waarom het de geneesheer-directeur van die kliniek zijn, op zijn eigen fysiek van de vertochte,
ik lid hij vrij. Nou, dat is nog net duidelijk. Dat is Juwet ook net duidelijk worden. Daar wordt op dit stuit onderzoek naar dien door de inspectie van Veiligheid en Justitie. En dat onderzoek is nog net leer. Nee, dat klopt. Nou, en de uitslag van de rugzaak, of in ieder geval de uitspraak, is nevens mij op 14 juni. Tegen dank, Auke, voor die bijdrage. Ja, maar Sylvia, mooi. Al de tegeltjes uit de Sontje in de Eeuw. Het is big business en al 50 jaar de grote passie van Klaas Rechts. En die passie die ging oer op zijn zoon Dirk. Zo gaat dat dan wel eens tussen huidnes van. En hij zou deze winter zijn baan in de Ronestad op om hem volslijn terug te zien op de wraad van de tegels. Heren, welkom. Huid en zoon, mooi een gedeelde passie. Ja. En je hebt echt de tegels mooi. En ik ben wat onhandig, maar ik mag net de hut slaan, hè? Leuk of wel. Nou, het zou sowieso schande zijn als dat hier is, maar... Nee, maar ik bedoel dat ik te volle beweeg, dat hij omzet. Ja. Ik wil ze net omslaan. Ze kunnen wel wat hebben, want ik bedoel, ze ben, nou ja, het ben al je zontje Nederlandse tegels, dat je stingen, 350, 360 hier oud. Zo. Dus dan een lietse klap op het. Ik kan wel even vast houden, hè? Ja, zeker. Gewoon, het is net zo lekker. Nee, pak ze maar op. Ja. Ik bedoel, er gebeurt niks mooi. Wat is dit? Want ik... Ja, ik lul dat ze een Indiaan in handen. Ja, ik heb een Indiaan. Ja, ja, dat is een tegel, die is van mezelf. De oren ben van mijn heid. Dat is de verhouding op dit moment nog wat is. Maar nee, dit is een tegel die ik zelf... Nou, ik denk, wat is het? 2-3 man link kocht, hè? En ja, wat zo is, ik ben in december ben ik er eigenlijk instapt en ik ben wel opgegroeid in de tegels. Alleen nog, als je dan er echt in zit, dan word je extra nou dan een mooie tegelkeepje. En dan moet je een eigen ontwikkelen, dus kijk naar mijn schilderijen. Je weet er net altijd wat het goed is en wat het bijzonder is wat je keepje. Maar dat wie bij die tegel, wie dat wil zijn, ik zeg hem en ik hem kocht en ja, dan wie ik het eigenlijk heel blij. Maar wat is de magie dan van deze tegel? Nou, wat het is. De maatste ijs zijn waarom je naar de tiert, dat die tegel makkelijk is. Het is dus de tiert van Rembrandt, hè, wat we al eerder, nou ja, toch wel wat romantiseren, denk ik. Begin nooit het Rijksmuseum, als je daar de nachtwacht hing in. Nou, dit is gewoon dezelfde tiert. Het is door de meesten toen makken, de ambacht, de schilders en dergelijke. Dat is helemaal maar de hoorn makken. En het is natuurlijk toen de tiert, we hebben nou internet, we zeggen alles. Maar toen zeiden ze een Indiaan, dat wie natuurlijk, dat wie mysterieus, dat wie oren volkeren. En dat is op een tegel terug te komen. En dat wie van die meesten, wie dat heel erg inspirerend. En ik vind het heel bijzonder dat zo'n tegel, wat dus, nou ja, 360 jaar oud is, dat het hier eigenlijk nou stiert. Ja, want dit is Delft, dit is Delft tegel. Dat is Nederlands, het is in Nederlands. Om nou te zeggen of het specifiek Delft is, wat het is in Boetenland, is alles Delft. Okay. Dus hè, daar hebben we alles. Blauw en wit en ieder werk, dan is Delft. En dat is net zo. Delft zie je een aantal prominente fabrieken. En dat wie het ik, maar dat wie ik in heel Nederland wie in fabrieken. Dus het is net beslist. Ik weet net eens. Ja, deze is bijvoorbeeld in Haasmakken. Nou ja, dat is de boetenste, ja? Ja, de boetenste tegel. Is een vrouw op Twahien, dus liep het maar in het wetter of zo? Ja, nou, dat is correct. Het is waarschijnlijk een mythologische tegel. Alleen, dat kun je je wel voorstellen, als wij maar die VOC-schepen de vrouw toe gingen en de kamer stond er wel eens wat zin en dan wisten ze net wat het weer. Er komt natuurlijk een heel soort inspiratie voor van de meest vreemde bisten en zeeën. Ik weet net hoe stel het is, maar de passie is behoorlijk oervonk. Want de kist goed te vertellen. Wat kost nou zo'n tegeltje? Hoit? Ja, ik zal hoit even vregen. Nou, dat is een tegel, maar is toch mij net vregen verzeld. Maar gemiddeld, dit ben ja, mooie tegel, dat kost je per 100 euro steek. Maar ik zeg, zo ben je hem op een site, 1500 euro voor een tegel. Ja, dan heb je het. Nee, dit is het net. Ik heb hem net mooi om. Nee. Ze binden inderdaad, hè. Ze binden inderdaad dat ze van een oren kaliber, ja, kun je ze. Ja. Maar ze binden ik heel goed cape. Dus, maar wel echt bijzonder, want heel vaak dan denk je, je hebt een hobby, nou, daar vind ik helemaal niks van. Want het begon echt als een hobby, dus. Ik heb eerst even opgeroepen, 1969. En ja, dat heeft mij echt wat dien. Dat is in wijze een tegel, wie een hele mooie tegel, mijn tulp. Dat is me uit de groen helst. Uit de groenstof werden vermakken weer, want het is bak de klei, dat is het in wijzen. En ik vond het heel bijzonder, omdat de ervaring, ik ging naar de kraan thuis, speelde die tegels in. En ik speelde de klei erop, werden vermakken weer. En er kwam er een prachtig, echt, ik geloof dat er zo op achtergrond wordt steerd, een prachtige tulp kwam er van tevoorschijn. En ik, een zoontje neemt zijn tulp, ja, en dan begint er wat meer van te lezen en wat van te leren. En wat Dirk ik zei, die verbinding naar die periode, die verbinding waarin de tulp die in wijze nu nationaal symbool is, daarom is, die heeft daar zijn oorsprong. Ja. En
het maakt je lippen rieker, vind ik, als je die kennis vergaren. Ja. En dat is met die tegels ik zo. Was toch eens even zien hoe die man werkt, want we hebben bij zijn west in Frenscher, hè? Ja. Het atelier. Het atelier. Dit zijn Santje Nieuwse hazer schippertegels. Met een hele mooie, fijn schilderde schippen. Zodat ze dat een haas in het midden van de Santje Nieuw maken. Hè. Van een hele mooie kwaliteit. Het is zwart weer, dat camoufleren we nog gewoon met een beetje stof. Ik is zien, dat een hele rane is wat eerst nog zwart weer. Dat is gewoon nog in wijze dan weer een hele natuurlijke kleur worden. Prachtige zandje in onze tegel, mijn skip. Nog net heel dol hoor, maar dan gaan we even verder. Ja, heer, nou, dat is mooi. De tegeltjes die je op tafel hebt, maar dan is voor die, Dirk. Ja. Nou, ja, de zaak de neemste toer en dan wordt het ook nog in de vaart van Volkeren meenemen. Internet, ja. Verkeep je. Waar gaat dit nog in, dit spel? Ja, in feite gaat het oorlog in. Dus ja, de interesse komt oorlog voort. De klanten, de ontnauten komen voornamelijk uit Amerika, Canada, Engeland, Duitsland. Maar ik wil Azië, Japan. En hoe kwam je erachter dat je toch een merk voor wie de stad? Nou, bekijk het maar, mami baan, ik doe dit. Ja, nou, ik had wel echt goed toernooi, toch? Dat wie net echt in de nacht beslist was. Nee. Nee. Maar... nou, het weer staat natuurlijk omdat er al zo lang... Daar win ik al in tegels bij stuurs. Dus daar win ik altijd al klanten, kamerlons, mensen die geïnteresseerd waren. En ik word te boeten lonen. En vaak ging dat via. En dan dacht ik van, ja, ijs is een schande. Als we zelf die contacten net lezen. En er komt dan wel bij, als je... Mijn heid het dan zo'n soort tegels. Ijs samelt uiteindelijk hoe die 50 hier. Ja, als je daar net perspectief om jou, maar naar je merkt in feite. Dan rinst er eigenlijk in verte op een gegeven moment. En dan... dan werd het heel moeilijk om dat uiteindelijk te behouden, Nick. Ja, maar de hoop, denk ik, tenminste neem ik aan, als dit echt de vrouw toe krijgt, was dan met een beroemdheid met het aan zijn her. Die met het ergens in zijn keuken of weet ik veel. Gebeurt dat al ambitie? Ja. Is er een hype om heen te creëren? Nou, dat ben we nog maar ondergang. Maar nee, ja, dat gebeurt wel. Een van de leukste klanten die we tot nu toe gewoon hebben. En de meeste klanten, die kom ik net direct mooi in contact. Dat gaat via designers en interieurstylisten. Maar dat is Daryl Hall van Hall & Oates. En ik mocht gelukkig zien naar mijn broeken. Dat is een jonger, is dat? Dat is een jonger inderdaad in Amerika. Ja, en die is helemaal gek op Delft Blue, hè, zoals ze dat dan nemen. Ja. En die heeft al de tegels van huis in een van zijn huizen, geloof ik. Dus hij heeft wel meerdere huizen, maar in een van zijn projecten heeft hij dat beroekt. Ja, spannend. Ja. En dat laatste werd dus nog niet hard. Kun je het nou maar gerust het loslitten? Ik ken het al lang met een gerust het loslitten. Ja, ik denk dat een heel product Lappingen. Ik moet eerlijk wijzen, Dirk heeft er gevoel voor. We hebben ik nooit net pusht, maar het vanaf het begin heeft er altijd wel gevoel voor dingen aan. En ik wil voor wat goed is. En bij Toetsen op het heden een heel proto om elkaar. En dan doet blijken dat hij en ik toch wel hele proto dingen uit zelf denken. Ja, mooi. Geweldig zijn collega. Ja. Dat is een extra dimensie die het mooi maakt. Ja. Nou, heren, hartstikke bedankt. Dan zet hem op, hè? Ja. Confluent Friendship, dat imperium opbouwen. Ja, achter de computer, kan zeker. Doe eens best. Heren, bedankt, hè? Ja, nou, Miranda Werkman. Want zij rint sneun de slachter. Dat vertelt ze krek ik al. En ze zegt nou dus wat er al hier te redden is op die route. Ja, Miranda, dat is in Achlem, hè? Wat krijg je de kuis daar al hier te zien en vooral ik te jaren? Nou, Roelof, ik ben nog net in Achlem. Ik zeg hier op het boertje nog 2 kilometer. Maar ik kan al wel vast vertellen wat er te zien en te jern is. Want dat weet Jetske Bilker als geen oor het verhaal van Klaas Keust. Jobis Kroost, wat helemaal het verhaal dien? Ik had het verhaal, ga ik omwerken aan een mooi verhaal. En
dat... Want waar wie Klaas Keunst? Klaas Keunst, wie een boer, die had hier in de omgeving wennen, in een van die pleertsen. Oh, en leuk, dit zie je dan ik echt toen er was. Ja, en Santje de Eeuw leefde hij en er gingen al die legenden over hem. En al je van een beetje tjoenachtige verhaal. Een beetje magisch, wie die. Ja, zeker. En hier heb ik een magisch boek, het Zwarte Boek. En daar mocht hij alleen in lezen. En dat ging ik altijd op slot in Grendel. Maar op een dag werd dat vergeten. En toen kwam zijn feind erachter. En die lees dat, maar wilde dat ontlezen wien, strieken er al je vogeltjes op het hiem. Oké, dat is het verhaal wat kan je dus hier op een bepaalde manier te jern of te zin krijgen. Ja. Want wie je op hechten van het verhaal van Klaas Keunst? Ja, want ik haal dus jadder hier iets die in mijn volksverhalen en nu gaan we Klaas Keunst actien. Maar toen paste hij net in het boekje, maar nu kan hij dus heel mooi in, bij de slachten, omdat hij hier wel bij de slachten weer. Ja. Wat bijzonder, hè? Ja, dat is heel bijzonder en leuk om, om de omgeving, weet je, altijd wen je dat er van die verhalen roemcirkelen. Dat is, ja, en denk van die magische verhalen, toververhalen, dat is altijd leuk natuurlijk. Want wie, ja, wat koe hij dan precies? Wat wie dan zijn magische kreften? Of? In dat verhaal, wie is die magische kreeft dat er dat boek doen achterstevoren lezen ging en dat al die roeken die... Vlijend daar gewoon weer voort. Want die feind die hier die roeken nooit voortkrijgen. Hij klapte en hij stampt voort en die dier. Maar ze bloden maar zitten en kwam hield iets meer. Dus Klaas Keunst dacht, die ziet in het jerken. Die dacht, je doogt iets net. Dus die weer weer omgeen. Ja, maar we moeten net alles verklappen. Hè? En ik moet weer verder in een jerk nou. Want ik wil nog wel even zien wat er maar dit verhaal dien is. Ja, succes. Succes en ontsneu met Jorin in de slachtdek. In de slachtdek, ja, opstaan. Grin ik terug, Roelof. En dan zal ik zien dat ik dat hashtagje nog vind, Kim. Ja, de sokken erin opzetten, want er maakt straks weer in. En ja, Annemarie die maakt nou, dus het is de laatste teaser van de mannen en dus Annemarie Bloem. Maar haar Friese rubriek, de laatste keer dit seizoen. Ja, de laatste keer weer, iets zo gauw. Ja, ik ben er klaar voor, ja, zeker. Nou, kom op, knallen. We beginnen met Friese op het dijk, maar het is eigenlijk net een Friese op het dijk, want het is een Friese on het dijk dit keer. We kwamen heel bijzonder jiskevet zien in Kalm, Smit Jemadel. Maar dank om mijn Kempenaar voor de foto, want de jeugdkind zit weer haar een rotzooi hier in gooien. Smit het je model. Smit het je model. Nou lekker, in het Friesk. Mooi in het Friesk, kijk. Ja, en ik mast ook wel gnies om de oren, Friesk op het dijk. Anders is het geen Friesk op het dijk, maar een Nederlands op het dijk. Maar hij weer zo mooi, want er stie op provincie Friesland, of Friesland, eigen terrein, tagong verbinden. Ja, en nu ligt het vanzelfs een beetje dat de hele provincie Friesland terrein is van alleen nog de Friesen. Dus de Hollanders binnen hier net welkom. Ah, okay. Dat is, dat is vanzelfs net zo. Maar hij wil heel grappig. Dus deze zeg ik op Facebook kom. Hele mooie neer. Mooi. Ja, en dan het examen Friesk. Want Arune Vreet wie het examen Friesk voor de VMBO en de HAVO-VWO'ers. En het is zo leuk om te vertellen dat het Friesk heel iets populairder wordt als examenvak. Ja, dit hier, ja, zo, dit hier, ja. 2016, 106 stiks. Vlienen hier weer in dat de 84 tieren voor 83, 71, 46. Dus als dat hoe het al wint, 2016 ja, even. 44 is dat wel verdubbeld dik. En dus, 2012, zit er net bij? Maar... Nee, zit er net tussen. Ik weet niet waarom die erbij zit. Maar, nee, maar... Ja, weer ja, dat zult er ik ergens tussen in zitten hebben. Maar het groeit en het is echt geweldig om te zien. En ik denk, ik maar na je allerlei ontwikkelingen van de digitale methoden, zal ik terug ontwikkelen weer in de boppenbouw. Er komen alleen maar meer examenleerlingen Fries bij. Dus hoe komt dat? Wordt dan Duits blijkbaar minder of Frans of zo? Ja, dat kind vanzelfs, want het ingang gaat wel een beetje ten koste van het oor. Dat is wel eens wat sneu, maar ja, het is alleen maar mooi voor het Fries. Ja, dus ik ben blij. Nou ja, zeker. Dat hesto shidde. Huh? Ja, of net? En ik doe mijn best. En dan maast ik nog rispje. Ik doe mijn best. Oké. Okay. Ja, en Roelof Kinsto, Redmond O'Hanlon. Ja, die ken ik. Dat is die man met die... Ja, ja ik zeg maar die bakkenbaan. Hè? Dat is die van het televisieprogramma. Juist. Ja, van de Beagle, hè? Die vrouwt oerveer. En deze man die komt dus morgen nooit drachtend uit. Dus dat je morgen nog niet te dwang hebben. Want dat had alles te krijgen met de presentatie van een nieuw stripboek. En dat is een bewerking van het Jules Verne. Zie bekende verhaal Een vrouwtreis in 80 dagen. Mag ik het goed zeggen. En Roelof Wietsma die had hier dus een strip van maken. En er is dus een stripboek. Maar daarnaast is er ook een strip-app. En in die app zitten al je extra dingen natuurlijk die het in een gewoon boek net kennen. Zoals interactieve dingetjes, extra informatie. Je kiest het zien. Je kiest dus heel makkelijk door heen scrollen. De ballonsjes komen erbij. En je krijgt dus extra informatie te vinden.
Dus echt heel erg leuk. En morgen is dus die speciale Joen daarvoor. Dus, okay, dit is weer de primeur, hè? Want die app die is nog net helemaal clear? Nee, die is nog net clear, want we hebben hier altijd primeurs bij Bien. Dus, nou ja, natuurlijk. Ja. Even voor betellen, hè? Ja, en dan nog mooi nice, want ik heb nog een primeur. Want dit prachtige boek, Skelte, Wol en Skelter, is een bijzonder boek voor de AVOEK. Want dit is de 1000ste Utjefte van de AVOEK. Nou, ja, dus een feestje voor de AVOEK. Ik denk dat ze je taart gewoon hebben. En Skelte, Wol en Skelter is een heel leuk verhaal. Giet hoe Skelte, die wollen. Een Skelter, heel goed. Ja, maar zijn huidemem en zijn borvrouw, die wilden dat leven net leien. En zijn paken, die vindt dat het wel mooi, dus... Skelte is blind als een protter. Maar ja, hoe lang had der willen van hebben zil, dat is vanzelf de vraag. Skelte, okay, Skelte wel een Skelte. En Skelte dit is net vertaald naar het Fries staan? Nee, een Fries boek. Het is echt een Fries boek, ja, prachtig. Zeker weten. En de eerste die de mailtje stuurt naar bient@omroepfriesland.nl, die kan die boek krijgen. Dus, mailen, zo gauw als mogelijk. Ja, en we hebben zelfs nog even een aansluiter. Oké. Okay. Ja, want die collega uit Amerika, die ken ik wel, dat is talkshow host Jimmy Fallon. Mm-hmm. Die heeft collega van mij, ja, haar collega. Contact, ja, ja. Matthias voor life. En die hebben, Quatleen, hebben die een heel superleuke hithoorn op YouTube, namelijk een lip-sync conversation. En dat die heet Guerre Mais jongeres Ariana Grande. En dan zullen we even zien hoe dat West had. Oh, who is it? You got any big plans this weekend? I'm gonna go to Home Depot, check out the lighting section, and... That sounds like... It's really dangerous, man. Oké, dit weer een hit, hè? Dit weer zeker een hit. Hij is echt miljoen views, mijn hoorn. Maar ja, wat ze daar in Amerika kennen, kennen we hier in Friesland van zelfs ik. Dus die is eigen Jelle B. en Johannes Riepma, die hebben een eigen lip-sync conversation van zelfs in het Fries maken. Oké, laat maar komen. Johannes! Johannes! Hey Jelle. Hey Johannes, is morgen kies het man? Ons kunnen we wel even. Een blokje om net te let beven om een fietsje meegemak. Ja, leuk. Geef dan ook even langs de. Bonken, 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 bonken. En even picknicken. Hier in uw schuideland. Helemaal top. Ga ik nog één vraag. Waar is het huske? Wat is je, wat is je, wat is met mij leert? Twaalf door naar de rechte kant. Wat denk er allemaal, want is er al wat? God en zuster. Want man, en tot morgen. Ja, nou. Ja, heerlijk, hè? Ja, die jongens die kennen goed. Nou, dit weer hem, hè? De Hutsmieter. Ja, nou, noffelijke vakantie te wezen. Dank u wel. En we weten naar de vakantie. Bedankt voor al die inspiratie. Graag. En mooie nightjes. Oké. Okay. Mooi. Ja, dan voor de laatste keer naar Achelen, want er is... Miranda Werkman. Zij speurt de hele week de route van de slachtoffer. Nou, mooi verhaal. Ja, dat wie ik even lipsync. daar bist er nog haast al in Achelen. Hoe zit het? Ja, ik heb toch... Ah jongen, ik heb toch de sokken drie? Nee, ik ben er net in Achelen, want voor Achelen gebeurt er nog van alles. En het verhaal wat we krijgen van Klaas Keuns, dat is hier verbeelden aan een hesstekje. En die is maken terug Petra. Ja, dat klopt. Dit prachtig. Ja, vind je het mooi? Ja. Ja, ik vind het ook... Nou, we hebben het... Ik heb mijn assistent die me heeft geholpen. En we hebben het gemaakt, grotendeels in een fabriek. En dus weet je wel, dus eigenlijk buiten dit. Toen hebben we het neergezet en het was gelijk... Ik was helemaal van, oh, hoe kan het? Het is helemaal goed gekomen. Dus echt in het gevoel, heel intuïtief gewerkt. En het idee is geweest om eerst om het met natuurlijke materialen alleen maar te doen. Dus met takken. En dan een bamboeachtige tak. En die zijn dan opgebouwd uit segmenten, zeg maar. Nu hebben we het dus in staal gemaakt. En hebben we die groeiwijze van de bamboe gevolgd. Want wat is het verhaal wat je maar vertellen moest? Nou, je hebt het verhaal van Jetske gehoord. Dus dat is de aanleiding geweest, het verhaal. Het en... boek wat toen stiekem in Sjoenbaat voor ja, de knecht. Ja, nou, vooral de sfeer sprak mij aan. Ja. Weet je, van die maar roeken... wat moet er nou gebeuren als je het sneuren al die kuiders deel komen? En ze komen hier. En dan? Ja, nou dan begint het natuurlijk. Dit is leuk, maar dan begint het. Wat het werk, ja, en wat het ook doet, is het werkt als een silhouet. Eigenlijk weet je, als een uitknipsel uit papier. En als je iets uit papier knipt, dan geeft het de aandacht aan het papier, dus aan de omgeving. Dus dat is het hele idee. En als je hier komt, dan kun je het verhaal direct bij Jerren. Ja, dan is hier een paaltje, dus het blijft ook staan. Dus niet alleen nu,
Maar zolang het staat. 100 jaar, weet je wel. Oh, gelukkig. Want ik denk dat ik de sneun tiet voor heb. Nee, maar dat ga je, je gaat het zeker meemaken. Wij ook gewoon heel vaak. En ik hoop heel veel mensen. En dan kan je gaan zitten. Je kan het van alle kanten bekijken. Het doet dus echt iets met de omgeving. Weet je, word je bewuster van die paardenbloempluis die daar middenin staat. Ja. Het en land wat sneeuw. Het sneeuw. Stel je voor sneeuw hierop. Ah, geweldig. Ja, dus fantastisch. Dat, ja, bedankt ja, en succes met de laatste voorbereiding. En iedereen ga ervoor. Lekker lopen. Lekker lopen, zei het. Nou, dan ren ik nou toch echt maar richting Achlem. Dit wie het hashtagje in Achlem. Prachtig, toch? En er is nog volle meer te zien. Vol goede moed ren ik weer verder, Roelof. Ja, ik zoek daar morgen weer. En dan bist voorbij Achlem. Dan is het waarschijnlijk begonnen. Hartstikke bedankt, Miranda. Ja, Jemek, bedankt voor de komst naar de studio. Hè. Bedankt voor het succes met alles wat je hem doet. Dit is Bint, dank voor het zien en ik wens je nog een hele mooie jongvierder. Hey, viel je al wat beter? Nee. En morning Bint hebben het oer running therapie. En daar broeken ze beweging in steven medicijn. Nou, misschien is dat voor jou. Ik voel me een stuk beter. Nou, mooi.